testers op de Gentse feesten en de jacht op de jonge wolven is geopend. Wat is Jonge Wolven precies? Jonge Wolven is een muziekwedstrijd die elk jaar doorgaat in de Spiegeltent op de Gentse feesten. In samenwerking met AVS en Trefpunt. De winnaars mogen dan altijd spelen op het grote podium van het Sint-Jacobs het jaar daarna. En dat is eigenlijk wat we doen met de wedstrijd. We gaan meteen van start gaan. De tweede instrumentale band die we in deze afgelopen dagen gehad hebben, staat nu klaar. Voor de ervaring of om te winnen? Om te winnen. Hoe begonnen jullie met muziek te spelen? Meestal tel ik af, tot 4 is dat dan, of soms tot 5, en dan beginnen we te spelen. En hoe zijn jullie begonnen met muziek spelen? In band? Dat zijn eigenlijk twee goede kameraden van mij. En ik schrijf wel liedjes en ik dacht van, ik wil wel eens aan mijn vrienden vragen of ze willen meespelen met mij. Zo is het begonnen. Zijn er bekende ex-deelnemers? Een aantal. De winnaars worden meestal toch redelijk populair. Onder andere bijvoorbeeld Captain Oates is redelijk populair. Die hebben 2 jaar geleden gewonnen. Ben je benieuwd wie er gewonnen heeft? Na de Gentse feesten kun je terecht bij www.jongewolven.be.